John van den Brom, vanmorgen in de krant in België stond John van den Brom topkandidaat bij Anderlecht. Ja, dat heb ik ook vernomen inmiddels. Het is nu, wat is het, een uur of één. Net getraind en ja, ik heb het gelezen. Niet meer dan dat, dus ik heb er verder niks op te zeggen. Weet je of Anderlecht ook geïnformeerd heeft bij jou of bij jouw zaakwaarnemer? Nou, ik zeg toch, ik heb er niks om te zeggen, omdat het voor mij een totale verrassing is. Is het leuk dat je genoemd wordt? Tuurlijk, het is altijd goed dat, als het echt zo is, dat, het, ja, dat je in de belangstelling staat. Dat geldt voor spelers, maar dat geldt uiteraard ook voor de staf. En dat betekent dat je ook daarin bevestiging krijgt dat je met z'n allen, nogmaals spelers en staf, goed bezig bent. Maar het komt ook niet echt heel gelegen, hè, op dit moment. Nee, daarom. En ik baal er een beetje van, omdat we met Vitesse na afgelopen zondag voor een hele belangrijke week staan. En die zijn we vandaag begonnen. Ik heb de jongens gisteren vrijgegeven in aanloop naar, naar RKC, dubbele confrontatie. Dus dit soort verhalen leidt altijd alleen maar af. En net zo goed als dat net met Alex, Oranje natuurlijk. Natuurlijk is voor hem mooi, maar ja, nu moet de focus ten alle tijde op ons, op Vitesse zijn. En die aandacht hebben we nodig en die verdient alles, die verdient iedereen. En daar zullen we ook voor zorgen.